Vandaag ben ik in Sonnenbreugel, waar Stammen de Koning werkt aan de nieuwbouw van het gemeentehuis. We leveren het gemeentehuis helemaal afgewerkt op, dus ik ben erg benieuwd hoe het er nu uitziet. Omdat we al met de afwerking bezig zijn, hoef ik geen helm op en ook geen schoenen aan. Maar omdat we het wel netjes willen houden, heeft onze hoofduitvoerder iets bedacht. Deze. Het is net als zwemles. Ja, dat mag ik. We leveren het gebouw dus helemaal afgewerkt op. Wat betekent dat de werkplekken al klaar zijn, dat de meubels al op hun plek staan, dat de ruimtes zijn ingericht en dat het in principe instap klaar is voor de gemeente. Het is echt super mooi geworden. Alle kleuren zijn op elkaar afgestemd, de ruimtes zijn al helemaal ingericht. Ik denk dat ik de gemeente even ga bellen of kan solliciteren. Ja, een nieuwe baan vanaf ongeveer 1 april? Nee, grapje. Ik bevind me nu op de daktuin van het nieuwe gemeentehuis, waar de gemeente Sonnenbreugel in samenspraak met de omwonenden van het nieuwe complex de planten gekozen heeft die hier straks tot bloei komen. Sowieso heel leuk, want de omwonenden van het gebouw zijn echt heel goed betrokken geweest bij het hele proces en hebben ook echt inspraak gehad. Hey, kan je mij misschien wat meer vertellen? We hebben de opdracht binnengekregen als zijnde aanbesteding, waarin wij samen met Inbo een ontwerp en een offerte gemaakt hebben voor dit gebouw. Inbo heeft een heel boekwerk gemaakt waarin beschreven staat welke vloerafwerking en wandafwerking waar moet komen, als ook welke meubels dat ze graag gebruikt willen hebben. Ja. Waarop wij alles bemonsterd hebben, ook het meubilair. Binnen het gebouw zijn 7 verschillende vloerafwerkingen gebruikt en 8 verschillende wandafwerkingen. Achter mij zie je een moswand. Ik mocht het even voelen en het is echt. Nu staat er nog vrij voor de rest van de dag, maar dat is vanaf 1 april wel anders. Want dan gaan hier ongeveer 45 collega's van de gemeente Sonnenbreugel lekker aan de slag.